ver springen. Veel mensen denken dat je het met je afzet doet, met de laatste pas. Maar het begint al in de voorlaatste pas, waar je dus lager door wil komen. Dus je lichaamszwaartepunt wil verlagen en weer omhoog wil brengen. Je moet die bleed zo precies weten te raken. En als je daar net een millimeter naast zit, net een millimeter te hoog, te laag, nou, dan raak je hem net niet. Nou, mijn kracht die heb ik al, dat is niet zo moeilijk. Maar controle is puur, zit in de centimeters van hoe je je voet plaatst en hoe je je buikspieren aanspant en waar je arm zit. Dus dat zijn zoveel punten. Je zag op een gegeven moment in de sprong zat ik op de balk en dan knal ik gewoon naar achter toe. Ja, omdat ik dan hem net niet goed raak. Het is puur, daar moet je jaren voor trainen om dat natuurlijk echt perfect te krijgen. Dat maakt ook wat soms een sprong enorm goed kan maken, maar ook helemaal kan missen eigenlijk. Is dat ook vorm van de dag? Ja, vorm van de dag, ja zeker. Als je niet zo scherp bent, dan spring je veel minder ver dan als je wel scherp bent. Je maakt heel veel sprongen, maar de situatie is zo vaak anders. Je hebt natuurlijk gewicht dat kan verschillen, omstandigheden verschillen, baan verschillen. Je hoofd verschilt. Dus het kan echt zoveel verschillende dingen zijn die van invloed zijn. Nou ja, de laatste tijd, deze winter, heb ik veel met een angstgevoel gesprongen. Vanwege een aantal keren een nare ervaring met een bleed die gewoon echt finaal door de midden brak als ik aankom sprinten. Dus ik heb een tijdje met een soort reserve gesprongen en dat begint nu een beetje op te lossen en ik kan weer wat vrijer springen. Maar op momenten waarop ik dan dus denk van ja, dit wordt hem, dan gaat er weer een soort van belletje af in mijn hoofd zo van hey, wacht even, toch oppassen. Ja, want je ziet tijdens zo'n wedstrijd ook je concurrenten springen, kijk je daarnaar? Dat verschilt, ik probeer niet naar de minder goede concurrenten te kijken, want dan heb je een slecht voorbeeld van hoe het springen is en dan kun je dat makkelijk overnemen. Dus ik probeer zeker wel te kijken naar mijn echte concurrenten die echt heel ver springen. Want daar kan ik gewoon nog dingen van leren. Ik kan een hoop leren van degene die goud wint vandaag. Met name Marcus is echt een expert in het raken van zijn bleed. Dus ja, ik heb me al voorgesteld om een keertje bij hem te gaan trainen. Maar hij zei, nou, dat weet ik nog niet. Ligt dat toch gevoelig? Ja, hij heeft wel andere jongens al mee laten trainen. Maar ja, blijkbaar kom ik dan toch te dichtbij.